Hallo kijkers van Groetje Nieuw Kanaal, welkom bij eindelijk weer een nieuwe Server Survival op Groetje Nieuw Kanaal. Hallo kijkers, welkom bij dus eindelijk weer een nieuwe Server Survival op Groetje Nieuw Kanaal. Jullie zien daar ook al harmen lopen. Ik zit op Dutchcraft, ja. Dutchcraft. Zoals jullie zien, nu met 3 man online. Het is nu nog een klein server, want hij is nog niet echt online eigenlijk. Er zit nu nog een whitelist op. Ik weet niet of die erop gaat blijven. Maar in ieder geval, Harme is er ook. Admin Brian. Ik ben ook admin, zoals jullie zien. Hey, als ik heet druk, direct staat er dus admin Raven. Ik ben hier dus admin. Alleen, ik ga, zoals jullie horen, server survival hier doen. Daarom, ja, ik ga jongens even survival doen. Ik ben nu ook in game mode 0. Ik heb wel even fly aangezet, dat ik dadelijk eventjes de spawn kan laten zien. Dit is onderspan. Het is nog niet af, zeg ik eventjes erbij. We zijn nog een beetje, ja, beta kan je zeggen. Hier komt de shop, de ranks komen hier. Hier heb je een enchantment table. Tijdelijk, even kijken, fly. Oké, kijk, dit is de spawn. Dit is de spawn met het logootje. Ja, logo in-game. Dit is het in-game logo met natuurlijk de Nederlandse vlag. Hij is trouwens gemaakt door de owner, Leroy, waar ik ook mee... Leroy waar ik ook de doortocht mee heb opgenomen. Deel 6 volgens mij. En dan op iPixel. En dan die fonteintjes heb ik gemaakt. Maar voor de rest heb ik niks eraan gedaan. Maar dit is dus de spawn. Ik ga hier dus echt gewoon survivalen. Ik heb hier ook echt gewoon honger. Ik kan hier geen commands gebruiken. Ik ga dadelijk fly uitzetten. Dan ga ik geen commands meer gebruiken. Als ik ga ook niks inspannen. Dus het wordt helemaal server survival. En dan zeg ik jullie tot. Hallo kijkers van Groetje Nieuw Kanaal. Welkom bij dus een eerste of een nieuwe aflevering van Server Survival op Groetje Nieuw Kanaal. We zijn eindelijk weer terug. Ik heb niet echt uitgelegd. De hout is weg. Dat was al een tijdje weg. Tenminste bij mij, mijn kanaal dan. En CookieCraft is ook niet over geweest voor de mensen die gelijk bekeken. Alleen dat is allemaal achterwege. En we zijn nu op, zoals jullie ook rechts in beeld zitten, op Dutchcraft. Ik ga gelijk even wat eerste kippie vermoorden deze server. Kippie, oké. En gelijk wat eerste bloemetje. Het bloemetje. En ik ben aan het kijken naar dus waar ik wil wonen. Ik ben ook vooral duidelijk. Admin, wat ik denk ik ook al wel heb gezegd. En ik wil daar gewoon. Daar gewoon. Gewoon, lekker raak. Daar gewoon. Bergjes, bomen, weet ik veel. Riviertje, al dat ander. En ik zie daar riet, dat ga ik trouwens gelijk pakken. En koetjes, ik kan gelijk een farm beginnen. Ander. Gelijk eventjes proberen seeds te krijgen. Dat kan ik dan die koetjes weer. Oké, die seeds, dat zal hem in. Oké. Zo, oké. Kijken. Zo, oh, gelijk riet. Best wel goed begin. Dit wil ik dus weer eindelijk weer lekker veel doen. En ik moet eerst even kijken hoe dit eruit ziet hier bovenop. Oké. Koetjes. Daar staan koetjes. Bergen. Nou, kan ik iets moois maken, denk ik. Toren of zo bovenop. Heuvels met bos. Ik ga daar dadelijk even gelijk aan. Oh. Als dit een zee is, of een rivier. Het lijkt op een zee. Is nou, het is een zee. Oh chill, dan kunnen we hier een strandhuis of zo. Nou, ik weet wel dat ik hier even mijn riet ga planten. Ik kan het ook gelijk even groeien. Zo. Oh, niet er bovenop. Zo. Gaan we gelijk even, dan hebben we hier gelijk al een kleine farm dus. Eventjes een hout, beetje pakken. Maar ik zit dus nu op Dutchcraft. Ik ga ook even ondertussen even een boom maken. Dutchcraft is een nu nog kleine server. Jullie zien ook online 1. Het is een beetje een... weet eigenlijk niet een rare tijd om op te nemen. Maar ja, eigenlijk niet raar. Maar in ieder geval, er zit nu nog een whitelist op de server. Dus ik mag in ieder geval als eerste gewoon eigenlijk hierop rondlopen. Ik ben hier dan ook admin op. Ik heb nu geen OP zoals jullie. Of tenminste, ik heb wel OP. Maar ik kan gewoon dood. Zullen we het daarover hebben? Zullen we het daarover hebben? Want ik heb gewoon een hongerbar. Ik heb gewoon hartjes en zo. Eerst even het eerste hout. Alleen wat was dus eventjes mijn idee.
Even kijken nou. Wat ik net zeg, daar de toren of zo, standhuis hier. Daar kan ook wel een mooie vuurtoren. Daar bijvoorbeeld een landhuis of zo. Maar hier wil ik mijn main plek. Hé, eitje. Main plek. Dus farms, huis en zo. Al die dingen die wil ik hier eigenlijk het main gedeelte. Dit ga ik eigenlijk ook gelijk even een crafting table. Op doe ik nou. Even gelijk maken. Even neerzetten. Gaan denk ik even gelijk wat steen pakken. Oké. Zoals jullie ook zien, mijn andere aflevering, ik weet eigenlijk niet of die... Oh, time to mine! Yay! Ik heb gelijk een achievement. Kijk, en dan gaan we hier even gewoon een tijdelijk klein mijntje maken. Dat vul ik dadelijk wel even op met dirt. Even wat kommen pakken voor een schep, een bel, een oven. Even de gewone basic stuff. Ik zal even kijken hoe lang deze aflevering zal duren. Anders maak ik er gewoon twee afleveringen van. Kan ook. Dus wil je nou dat je mee kan doen deze server met survivalen? Het is gewoon een grote map. Ik zit niet heel ver van spawn. Wel een eindje. Maar niet van wat je nou zegt van, oh, ik ben een uur aan het lopen. Dus ja, je kan, het is een grote map, dus je kan hier gewoon rond gaan lopen. Overal kan survival, het is dus voor de duidelijkheid een survival server. Wel met plugins, dus je hebt er gewoon een normale span met een publieke enchantment table. En het wordt nacht en dat zorgt gelijk voor mij, bij mij voor lek. Ik weet niet waarom, maar... Hallo mensen, ik ben er weer. Ik heb een beetje dirt gehakt en het lek is nu weg. Ik heb gelijk even mijn brightness helemaal omhoog gezet, want het werd al nacht. En ja, dan zien jullie dadelijk helemaal niks. Dat is ook niet de bedoeling. Hier ga ik dus even snel een schep maken. Dan kan ik het even snel weggraven. Dadelijk een beltje maken. Dan kan ik ook een boom hakken. En hier denk ik... Even kijken hoor. Is dit zo'n hoop? Grote plek. Ja, hier kan wel een mooi landhuisje. Ook een beetje op de zijkant. Echt schaap. Wacht. Dan heb je wol. Wacht, wol. Dan kan ik slapen. Hier. Geef me wol. Ik wil. Eerst de XP binnen. Maar zoals jullie zien, er zijn nu 1 mensen online. Hij is ook nog in de beta. De server. Dus we zijn nu bezig met mods en met... Spannen zijn aan het klaarmaken. Maar waar ik dus straks was gebleven. Als je deze server wil, kan je in de reacties achterlaten je Minecraft naam. En natuurlijk een like achterlaten. En even abonneren op GroenGreen kanaal. En dan kan jij op deze server komen. Dat kan. Het is niet van, je hebt het in de reacties achterlaten. Je komt op de server. Nee, dat ga ik gewoon even kijken van wie er nog kan. Kijk maar. Bel. Maar dat kan je dus in de reacties achterlaten. Ik, tot nu toe, zie ik geen zombies. Ik weet niet of er eigenlijk wel beesten spawnen. Zou wel jammer zijn. Nou ja. Het is alleen maar makkelijk. Maar eventjes de nacht, dus niet moeilijk is. Kijk nou. Ja, dat is trouwens waar. Omdat we nu nog mee bezig zijn, hebben we volgens mij nu nog geen zombies en zo. Maar daar zijn we volgens mij wel mee bezig dat dat weer normaal wordt. Dus het is nu eventjes denk ik alleen met deze aflevering dat we geen zombies en beesten rond ons heen hebben lopen. Gat en gat. Even kijken hoeveel uit ik heb. 11. Kan ik daar een klein huisje van maken? Ja, daar kan ik wel een klein huisje van maken. Oh shit, ik heb honger. Heb ik eten? Heb ik eten? Wacht, er lopen wel kippen. Kip. Ik heb een kip. Ik kon niet dood. Nee, niet op de crafting table. Dankjewel. Laat ik even mijn furnace maken. Oké. Eventjes naar het koeitje te lopen. Ik moet er niet te veel killen, want dan heb ik natuurlijk geen eten dadelijk meer om te breeden. Dus even aan het slaan. Hoppatee. Gooi hem gelijk even in de oven. En dan denk ik dat ik er eventjes een klein huisje van maak. Echt maar een klein huisje van 4x4, weet ik veel. En heb ik dan de aflevering alweer afgesloten dat het dus eigenlijk nu is begonnen. Want ik heb natuurlijk hier voor net een klein... Gaat dit eruit? Ja, makkelijk. Het stokje heeft hij niet nodig. Oké, even lekker voor het eten. Zo, even goed eten. Op de thee.
Dankjewel. En dan nog eventjes een heel klein huisje maken. Echt heel klein. Dit is eventjes een heel basic huisje. Dankjewel. Eventjes met... Oké, dit is echt het... Turp huisje van de eeuw. Dan doen we eventjes... kleine chest. Daar heb ik natuurlijk niet genoeg hout voor. Ik kan dan weer rennen. Kijk, er staat een boom hier dichtbij. Hier staat ook een boom dichtbij. Oké, dan pak ik even de boom hier dichtbij. En ik praat denk ik een beetje zacht. Ik zal wel even wat harder gaan praten. Dat is dan misschien wat handiger. Even kijken. Zal ik eventjes de boom weghakken? Dan kan ik mijn huisje afmaken voor deze aflevering. En dan zit het er alweer op Server Survival deze keer. Het is dus nu echt nog Lonely Survival. Maar dat gaat echt zo snel mogelijk veranderen. De volgende aflevering. Of... Ja, de volgende aflevering. Of die paar afleveringen erop. Dan moet er gewoon alweer een... Ja, niet in mijn eentje zijn of zo. Dat er meer mensen op de server zitten in ieder geval. Kijk, mijn chest zitten we meer even in. Op zo dicht. En dan, zien jullie nou nog wel wat? Ik denk dat jullie niet zien. Even kijken nou. Hier even snel. Even kool, maak even een fakkel. We hebben charcoal. Dan maak ik even een torch. En dan ga ik in mijn dorphuis. En dan zet ik de chest neer. Pak de fakkels. En dan zijn we klaar voor deze keer. Oh. Even goed kijken. Wacht. Nee. Oké. Jullie zien niet. Oké. Misschien zo. Ja. Oké. Ja, dit was hem weer. Mensen, ik weet niet hoe lang die wordt. Ik zeg jullie in ieder geval bedankt voor het kijken. Welkom bij dus een nieuwe server survival. Op een nieuwe server. Op nu nog een privé server. Maar het zal zo snel mogelijk veranderen. Ik zeg jullie bedankt voor het kijken. Laat alvast een like achter als jullie hier zin in hebben. En zie ik je de volgende keer weer. Bij een nieuwe Server Survival op Roes nieuw kanaal. En abonneer ook eventjes dat je het nog niet gedaan hebt. Later.